Weer veilig over straat kunnen. Even je jas netjes doen. Jij ook. Ja, dankjewel. Want bedenk, wij zijn van de lange jassen. We hebben nog geen logo, maar dat komt nog. Iedereen er klaar voor? Dan zou ik zeggen, één voor allen. Ieder voor zich! Pakken! Hij moet de benen zijn! Loos alarm! Hoi zo, dan gaan
laten we snel beginnen. Ja. Ik moet heel even plassen. Eerst even plassen. Oh nee, dat kan straks ook nog wel. Dat kan straks ook. Moet je kijken, er is een hond in de sloot gesprongen. En hij kan er niet uitkomen. Ja, dat is die witte retriever. Die heb ik een keer in zijn staart gebeten. Nee, dit is een witte herder. Het is een zwarte labrador. Een beetje rat kan vanuit die sloot via het riool in de gracht van de Jacob van Lerpkade komen. Lekker met je hele rug vol stront. Nou, dan gaan we nu snel beginnen. Ja. Nee, ik hoef niet te plassen. Nou, we gaan bepalen waar we heen gaan met ons jaarlijkse uitstapje. Weet je wat ik vorig jaar erg leuk vond? Poffertjes maken van je chip, 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 chip. Jongens, ik stel voor dat we dit jaar iets gaan doen waar we onze energie in kwijt kunnen. Ik heb een oom met een hele grote tredmolen. Weet je wat ook een absolute aanrader is? De achterbuurten, het steegje bij het Griekse restaurant. Pum, 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 pum. Kan natuurlijk niet. Ja, sorry. Nee, dat kan natuurlijk niet. Wie is de bestuurder? Nou, geef het stuur aan hem dan. Kan natuurlijk niet. Ja, sorry. Met een brommer op het voetpad. Eerste keer. Maar dat was de eerste keer. Nee, dat was niet de eerste keer. Tweede keer. Het was de tweede keer. Ach, het maakt me niet uit welke keer het was. Ik ga gelijk schrijven. Maar dat verschieten we zo. Nee, ik ga gelijk dit. Maar dat verschieten we zo. Nee, ik ga niet eerst even zo, ik ga gelijk dit. Dus je gaat gelijk dit en niet even zo? Ja, dus niet eerst even zo, ik ga gelijk dit. Maar kun je niet Nee, we gaan zeker niet en we gaan ook niet zo, we gaan gelijk dit. Dus we gaan niet dit en niet dit, maar gelijk dit. Oh. Anders wordt het hier in de stad één grote rattenbende. Ligt binnenkort iedere sloot vol met Hells Angels. Dat kan natuurlijk niet, hè. Ik weet niet of je het ziet, maar ik ben van de lange jassen. Ja, ik heb nog geen logo, maar dat komt nog. Je hebt kunnen lezen, er is hier in de wijken sprake van een geheel nieuwe aanpak. Grote letters, koeienletters op de voorpagina van het buurtkrantje. Zero tolerance, weet je wat dat betekent? Niks accepteren, gelijk afkappen, in de kiem smoren, wortel en tak uitroeien, keihard een grens trekken, tot hier en niet verder. Afstraffen, voorbeeldfunctie, in het gareel, luisteren, doen wat er gezegd wordt. Twee keer neuken in de week, minimaal twee keer neuken in de week. Ja, en bij menstruatie? Schuif het een week op, heb je een week van vier keer. Nou, ik denk niet dat ik het erdoor krijg thuis. Nee, ik eerlijk gezegd ook niet. Het is een goed idee, het komt helemaal uit Amerika. Ja, maar daar werkt het ook niet. Weet je wat jullie moeten doen? Lik op stuk, dat komt uit Azië. Niks accepteren, gelijk afkappen, in de kiem smoren, wortel en tak uitroeien, keihard de grens trekken, tot hier en niet verder, afstraffen, voorbeeldfunctie, in het gareel luisteren, doen wat er gezegd wordt, drie keer neuken in de week, minimaal. Drie keer neuken in de week. En bij menstruatie schuif het op, heb je één week van zes. Niks opschuiven, gewoon doorneuken. Lik op stuk. Nou, ik denk niet dat ik het erdoor krijg thuis. Ja, ik ook niet, maar het is een goed idee. Het komt helemaal uit Azië. Ja, maar daar werkt het ook niet. Weet je wat je moet doen? Normen en waarden. Dat komt uit Nederland. Niks accepteren. Gelijk afkappen. In de kiem smoren. Wortel en tak uitroeien. Keihard een grens trekken. Tot hier en niet verder. Afstraffen. Voorbeeldfunctie. In het gareel. Luisteren. Doen wat er gezegd wordt. Ja? En neuken? Niks ervan. Normen en waarden. Dus neuken is er niet meer bij. Ja, helemaal niet neuken. Dus ook niet op mijn verjaardag. Dan schuift het een jaar op. En dan mag je weer niet. Nou, ik denk wel dat ik dit erdoor krijg thuis. Ja, dat is een voortreffelijk idee, hè. Dat heet normen en waarden. Komt uit Nederland. Waar een klein land toch groot in kan zijn.
Goedemiddag, ik ben van de huisdierenopruimingsdienst. Afdeling preventieve ruiming. Goedemiddag, meneer. Goedemiddag. Wij hebben via de kliklijn vernomen dat er hier wellicht sprake is van een ondergedoken hobbykip. Ik weet niet waar u het over heeft. Oh, nee? En wat zijn het dan allemaal voor veertjes daar? Kussen? Nee, dank u meneer. Nooit onder diensttijd. Goed, ik wees voldoende. Dank u wel. Bakkie koffie misschien? Nee, dank u meneer. Nooit onder diensttijd. Zit hier echt geen dieren? Nee, helemaal geen dieren. Prima. Nee, helemaal geen dieren. Ah, mooi. Bakkie koffie misschien toch? Nooit onder dienst zijn, meneer, dank u wel. Ik begrijp goed, alles is hier geruimd? Ja, alles is geruimd. Ja, alles is al geruimd. Ah, kijk dan. Nee, er is ook geen andere dieren. Nou, daar heeft u toch wel een flinke kou te pakken hoor, meneer. Valt wel mee. Nou, ik zou toch even een dokter naar laten kijken hoor, meneer. Ja. Maar alles is al geruimd. Ah, mooi. Nee. Er is ook geen andere dieren. Pak je koffie misschien toch? Nooit onder de dieren. En zo ben je uiteindelijk toch nog wat dieren gered. Dank u wel. Jij. Voor jou. Jij. Nee, voor jou. Ja, voor jou. Voor mij. Waar, jij. Ja. Voor jou. Voor mij. Jij. Voor jou. Jij. Voor mij. Jij. Voor mij. Ja, voor jou. Neem even over. Ja, hallo. Jij. Dag, lieverd. Jij. Komt heel slecht uit. Ja, ik sta op de tennisbaan. Jij. Wat? Jij. Ja. Ja, Ankie van Grunst van die is bevallen. Jij. Ja, van een heel klein kindje. Jij. 830 gram. Jij. Ja, dat lijkt weinig, maar wacht maar tot de tandjes doorkomen. Geen mobiele telefoons op de tennisbaan. Jij. Normen en waarden. Nou, de buurtregisseur is er. Ik hang je snel op. Komt niet meer voor, dank u wel. Waar pak ik hem op? Voor jou. Ah, jij. Kom op nou, hak hem in zijn rug. Kom door, Hakken, je bent een mietje! Je bent gewoon een mietje! Hé, graaiers, doe eens een beetje rustig. Ja, maar moet jij kijken, man. Nee, ik heb zo'n hekel aan dit soort vaders langs de lijn. Het zijn maar junioren gladiatoren. Remus, doe niet zo slap in zijn rug ermee. Het is geen gebaksvorkje. Kom nou, op. Hakken! Kom op! Ja, dat was dus mijn oudste. Ik wist niet dat die jongen van jou rood haar had. Nee, maar dat is ook de bovenkant van zijn nek, want zijn hoofd ligt inmiddels daar. Daar komen de strijdwagens aan. Kom op. Hak hem van zijn paard. Kom op. Het is een straat. Ja, daar ging dus mijn jongste. Ja. Nou, dat is dan wel beschouwd jouw hele gezin. Ja, maar dan maken we toch weer een nieuw gezinnetje. Dat heb ik al zo vaak gedaan. Mijn vrouw is gisteren in het badhuis weer eens lastiggevallen door zo'n stelletje kutchristen. Ja, het wordt erger en erger, hè. Het is eigenlijk allemaal begonnen op die 11e september toen een groepje primitievelingen met een gekaafde olifant de Pecunia Flat is binnengestormd. Zeg, pakkers, ik verveel me eigenlijk kapot, zeg. Heb jij niet een plannetje of zo? Wil jij een vrouw? Yes. Wil jij een vrouw? Ja, ruilen voor een biscuitje. Twee vrouwen. Yes. Ja, dat heb ik al heel vaak zo gedaan. Zo vaak gedaan. Lekker een keer een man erbij. Ja, dat heb ik samen met graaiers dan alweer heel, heel vaak gedaan. Een blinde galje. Been there, seen it, done it. Een dwergpony.
Ik heb het allemaal op de stok gehad. Een paar van die heerlijke geitjes met die opgebonden staartjes. Ik word er niet warm of koud van. Ber. Ik heb wel zin in wat te happen. Wat dachten we van een kratje oesters? Dat heb ik al zo vaak gedaan. Ja, maar ik ken een tentje, dan kun je ze van de ruggen van Afrikaanse maagden afslurpen. Dat heb ik al zo vaak gedaan. En wat dachten we van dat nieuwe tentje, die met die met de hand gewurgde zuiglammetjes? Dat heb ik al zo vaak gedaan. Wat dachten jullie van een eenvoudig broodje jonge lama kaas met Toscaanse truffeltjes? Maar natuurlijk wel het brood van bakker Clitoralis. Want die weet dat deeg altijd zo heerlijk te kneden tussen de schaamlippen van zijn oudste dochter. Nou, dan haak ik even af, want ik ben op het moment zoutloos. Ik heb het ook zo vaak gedaan. Zo vaak. Zeg, een alarmerend bericht. Maar ik ving net op dat op het Grote Plein, bij het gebouw van de Senaat, een enorme menigte staat te scanderen dat wellicht onze hele beschaving op instorten staat. Dat hebben we al zo vaak gehoord. Met Ahmed. Hey pa, hoe gaat het daar in Eindhoven? PSV tweede ronde Champions League heb ik gehoord. Wat zeg je? Het gaat niet goed thuis. Maar waarom niet? Ons ma die huilt nog steeds de hele dag. Nou, dan heb ik een heel mooi berichtje voor ons ma en voor jou en voor de hele gemeenschap en de imam. Wat denk je? Ik ben aangenomen voor de jihad. Ja, de hele bommenwinkel hangt om het lichaam. Om 2 uur Nederlandse tijd, die gaat de boel plaffen. Ja, mooi hè? Waar? Op de markt Tel Aviv. Ja, daar was ik ook nog nooit geweest. Ja, morgen ben ik er wel geweest. Ja, maar ik moet nog ophangen, want ik heb nog precies 1 uur en 30 seconden. Wat zeg je? Laatste weekend maart, ja dat weet ik toch. Zomertijd? Maar dan gaat de klok toch een uur terug! Boom, 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 Frits, sorry, mag ik heel eventjes... Kijk, wat? Ja, dan moet je zelf ook opletten. Kijk, ik doe het merkje nu eventjes naar binnen. Dat is toch een stuk netter. Tjonge, jongen, moet allemaal wel heel precies, hè, van jou. Ja, sorry, dat is ook een beetje een tik van thuis. Mijn Karin, die is daar heel precies in. Ja, die is heel erg netjes, hè? Netjes, wat heet? Die strijkt zelfs de strings. Ho, meneertje. Waar gaan wij naartoe? Nou, ik ga naar huis. Ik ben van lange jas, hè? Ja, ik heb nog geen lopen, maar ik kom nog. Ik zie een arendsoog, een kameleon. Doe maar. 3 keer Dick Bruna. Wat gaan we daarmee doen, meneer? Nou, die heb ik zojuist geleend bij de bibliotheek. Ja. Maar dit zijn kinderboeken. Ja, ik heb ze ook geleend voor mijn kinderen. Oh ja? En hoe heten die kinderen dan? Ernst, Bobby en de rest. Mag ik even de pasfoto's van de kinderen? Even de geboortedata, want ik vertrouw dit zaakje niet, meneer. Frit. Problemen? Nou, dat kun je wel zeggen, ja. Deze meneer hier leent kinderboeken. Deze meneer hier. En is dit niet diezelfde meneer als van Pippi Langkous in Takatuka-land van vorige week? Die is namelijk nogal beduimeld teruggekomen, meneer. Tommy en Annika roken niet meer zo lekker vanaf hoofdstuk 7. Vader, kinderboeken neuken? Neem jij gewoon eens boeken van je eigen leeftijd, smeerpijp? Gadverdamme zeg. Neem eens een voorbeeld aan de mannen van de lange jassen. Wow. Nou,
Want je ontrouw, zie dat aan je kom! Want je niet dat jij loopt door, ja? Wow! Hier is dat, hè! Donno! Want je ontrouw, zie dat aan je kom! Wow! Want je ontrouw, zie dat aan je biertje bij! Wow! Wow! Want je ontrouw! Biertje bij. Nou! Nou! Pancho! Zie je ja. Biertje bij. Nou! 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 Pancho! Pancho! Oh ja toch! Nou! Mau! Hoe kan dat nou? Wie is je bij? Wie is de paplu? Pancho! Dit niet, Pancho! Ah ja! Mau! Aanpassen! Aanpassen! Moet je aanpassen! 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 Ja, u lijkt ons inderdaad de meest geschikte personen voor deze functie. We hebben erover vergaderd met de hele Raad van Commissarissen. We moeten nog even eens worden over het laatste puntje. Financiën. Wat dacht u van 1 miljoen euro? Ja, we hebben het hier wel over een hele verantwoordelijke functie, hè? Leiding geven aan een buurtsuper is natuurlijk niet zomaar iets. Nee, nee, maar het is ook exclusief aandelen, effecten, obligaties. Het is exclusief de 40% salarisverhoging na het eerste jaar. De luxe inrichting van het volledige kantoor. Alsnog een regeling voor het prepensioen. Komen we op 5,5 miljoen euro. Maar dat is dan toch wel exclusief de gouden handdruk, mag ik hopen? Dat is exclusief de gouden handdruk, want die hebben we gesteld op 1,5 miljoen. 1,5 miljoen? Euro. Euro. Dat is redelijk. Ja, dat is op zich redelijk, ja. Dus we hebben een deal. We hebben een deal. Wanneer kunt u beginnen? Ja, dan heb ik er even over na zitten denken, maar ik zie er toch maar vanaf. No hard feelings. Komen we gelijk bij de gouden handdruk. 1,5 miljoen. Mooi. Laat voor je reiskosten. Verder maar even zitten. Marco! Marco van Barst, even een kort gesprekje na de wedstrijd. Marco van Barst, even een kort, Marco! Even een kort, Marco! John de Mol wil dat Co-Adriaanse jouw assistent wordt, want dan krijg je op Nickelodeon Van Basten en Adriaanse. Johan Cruijff, denk je dat wij de WK 2006 halen na die overwinning tegen Andorra? Wat zeg je? Geen schaduw maakt nog geen zomer. Petter Kluivert, je bent nog niet geselecteerd voor deel zelf dan een kort gesprekje. Ben je nog steeds gefrustreerd? Wat zeg je? Jij gaat eerst even naar de hoeren. Doe de groet aan Sylvie Wijs. Sylvie Wijs, even reageren op de spreekoren. Sylvie, maar wat zeg je? Jij durft thuis niet meer achter het raam te zitten. Nee, oké. Okay. Edwin van der Sar, waarom noemen ze elke club waarbij jij speelt de club met de grote oren? Scheidsrechter. Oh, dat vind ik nog veel leuk. Ach, geweldig. Wat een eer. Kom maar bij. Dames en heren, ik sta hier naast Diego Maradona. Diego, ga je ook nog voetballen? Of kan je gewoon niet van de lijn afblijven? Hé, hey, Diego! Diego! Ah. Hey Dino! Zitten, man! Kutwijf!
Wat kan ons het wijf nou eigenlijk helemaal schelen? Nou, eerlijk gezegd behoorlijk veel. Waarom? Die is altijd stront eigenwijs. Nou, dat vind ik wel meevallen. Nou, meevallen? Die loopt de hele dag rond met die grote arrogante kop van de. En met het zelf ingenomen loopje van de... Moet je eens even kijken hoe onmisbaar ik ben. Ja, maar ja, dat is er natuurlijk feitelijk ook wel. Het is wel het laatste wijfie. Ja. Ja, het is niet goed te praten. Ja, wat is er niet goed te praten? Ja, ik heb ook mijn eergevoel. Het ging per ongeluk. Wat ging er per ongeluk? Wat ging er per ongeluk? Ja, wat ging er per ongeluk, ja! Nou, kijk. Vanmorgen loop ik een klein beetje te zwerven over de steppen op zoek naar fris groen. Zie ik daar opeens wijfie staan. Nou, die staat te praten met Sabeltand. Dat vind ik toch al zo'n enorme eikel met het eeuwige drukke gespring van hem. Maar goed, zij is er nogal van onder de indruk, want ze loopt naar hem toe en dan doet ze dat staartje omhoog en dan krijg je dat hoge, kirrende, uitdagende gehinnik van die vloep, vloep, vloep. Ja, lekker man. Maar afijn, na een tijdje ziet ze mij. Roept ze, hey Tino, ben je zo groot en zo sterk en dan toch een suf plantenetertje. Daar had je natuurlijk wel een beetje gelijk in. Ja, het is niet leuk om te horen. Wat heb jij toen gedaan? Nou, ik heb er voor de rest geen woorden aan vuil gemaakt. Heel goed. Dat is maar het beste ook met vijfies. Ja, ik ben er gelijk op gaan zitten. Je bent er op gaan zitten? Met het hele lompe lijf van je. Ja, ik heb er verscheurd. Ja, maar wacht even. Jij bent toch een planteneter? Jij hebt knobbelkiezen, Dino! Nou, ik ben ook een behoorlijk tijdje bezig geweest. Dus als ik het even mag samenvatten... voor de hele roedel... jij hebt het laatste wijfie opgegeten! Je hebt gewoon het laatste wijfie weg zitten bikken! Nou! Nou! Joepie, joepie! Dat wordt uitsterven! Eddie! De man die durft te zeggen wat een ander niet durft te zeggen! Eddie, wat heb jij vandaag aan meningen meegenomen? Ik heb meegenomen mijn mening over kinderen. Ik vind kinderen stroom vervelend. Mensen denken maar dat kinderen krijgen een recht is en dat is gelul! Bij heel veel mensen denk ik, waarom heb jij nou kinderen? En dat denk ik niet alleen maar bij debielen en aso's, maar ook bij die saaie grijze muizen of die tweeverdieners. Die een kind alleen maar hebben voor leuk in het weekend. En dan heb je ook nog de lelijke mensen. Die zouden helemaal geen kinderen mogen krijgen. Lelijkheid is erfelijk. Ik vind dat 10% van de wereldbevolking kinderen zou mogen krijgen. Maximaal. Zo, hé. Hey. Nou ja, iedereen denkt het. Maar hij zegt het. Ja, en dan nu even over jullie kinderen. Die zijn ook behoorlijk onnozel en overbodig. Er zit geen hoogbegaafde tussen, geen voetbaltalent. Muziek maken kunnen ze niet. En zo mooi is dat jullie zelf zeggen dat ze zijn, zijn ze zeker niet. Het zijn ontzettende lelijke kutkinderen. Vervelende, irritante strontvliegen zijn het. En ik weet zeker dat jullie zelf ook heel vaak denken... Oh mijn god, had ik ze nou maar niet. Eddie. Man die durft te zeggen wat een ander niet durft te zeggen! Hij is een kankerhond! 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 Kankerhond! Hey! Kankerhond! Jongens, had ik eigenlijk al verteld dat ik een pruik voor de gekocht heb? Ja, een rode pruik. Ja. Ja, vroeger wilde ze ook altijd een rood haar, maar toen zei ik altijd... luister, als ik een rode had gewild, had ik wel een rode gekozen. He? Nee, maar nou is het een rode pruik. En ik moet eerlijk zeggen, het staat hartstikke leuk. Nou ja, het is in ieder geval beter dan helemaal kaal, hè?
Ik heb het bed bij het raam gezet, hè. Ik kan een beetje naar buiten kijken, een beetje frisse lucht. En weet je wat ze gisteren tegen me zei? Dan zegt ze, als ik er nou straks niet meer ben, hè, en jij ontmoet een leuke vrouw, dan moet je gewoon verkering met haar nemen. Dat zei ze. Je moet gewoon verkeer, want jij moet verder. Dat... Hey, sorry, dat wisten we niet. Joden! 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 Jongens, 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 jongens. Joden! Mijn opa en oma die zijn in 1944 niet teruggekeerd uit Bergen. Bergen binnen? Bergen buiten. Bergen-Belsen. Ah. Sorry, dat wisten we niet. Hoerion, scheidsie is een hoerion. Jongens. Scheidsie is een hoerion. Mijn moeder heeft jarenlang in de prostitutie gezeten. Keihard moeten werken. Ik weet niet eens wie mijn eigen vader is. Oh, gaat het? Hij is een hondenlul. Hij is een hondenlul. Ik heb gisteren mijn hond moeten laten kastreren. Allebei zijn ballen eraf. Hij heeft een idioot hoge blaf. Het is verschrikkelijk. Ja, hij is een opticien. Hij is een opticien. Jongens. Mijn dochter heeft min 12. Mijn stiefvader heeft Alzheimer. Ja. Zo vind ik er geen reet meer aan, man. Geen reet meer aan, man. Ik heb aan bij je. Nee. Stroop je pillen. Ja, nou kijk dan. Dat doen we niet. Nee, dat gewicht. Nee, maar... Dat is geen goed idee. Ik offer me op, jullie gaan lekker genieten vanavond, lekker drinken. Nou, en ik neem zelf nog één hassebassie en een Adriaan. En dan is het slus. Dus geef mij nog maar de sleutels van die bolide. Waar staat die auto? Is het een automaat? Anders maak ik het ervan. Mannen, mag ik even de aandacht? Ik ben van een lange jassen. Ja, we hebben nog geen logo, maar dat komt nog. Wat is hier aan de hand? Nou, hij wil dus per se de Bob zijn. Dus jij wil hier per se de Bob zijn. Kijk maar, als ik tegen je spreek, jij wil hier de Bob zijn. En dat vind ik een heel verstandig besluit van jullie jongelui, dat je aan het begin van de avond al een Bob hebt gekozen. En juist dit soort gedrag gaan de lange jassen belonen. Ik geef een rondje. Wat wil jij? Cola. En jij? Cola. Twee cola en... En een biertje. En een biertje voor Bob. Mooi. En zet er wat sterks naast, want ik barst van de dorst, dus doe het maar in een flinke vaas. Zo, hé. Jij barst nog maar net in mijn vaas. Maar je bent een lieve meneer. En je zoemt goddelijk. Met je dopse neusie. En je mooie gelezerde oogjes. Heb jij eigenlijk al een WA-verzekering? Heb jij wel een pensioengatdekking? Heb jij wel een doorlopende reisverzekering? Zeg, heb je eigenlijk al een levensverzekering? Ja. Ja, een levensverzekering voor je vrouw? Ja. Heb jij eigenlijk al een begrafenisverzekering? Ja. Echt waar? Wat moet jij nou met een begrafenisverzekering? He, jullie Molukkers. He, die leggen die lijken toch altijd gewoon onder een grote bos met takken. En je steekt de Victor in en je gaat er lekker omheen lopen dansen waar je... Heb je toch geen verzekering voor nodig? Lucifers moet je hebben. Bedoel ik niks mee, hoor. Ik zeg gewoon wat ik denk dat ik zie. Zeg, heb jij eigenlijk al een mijn naam is van de fan en mijn zoon heeft ineens een hele rare baardverzekering? Nee. Heb jij eigenlijk al een ik ben premier en ze hebben een stuk van mijn reet op mijn enkel geplakt verzekering? Nee. Heb jij eigenlijk al een ik heb dezelfde kapper als Geert Wilders verzekering? Nee. Heb jij eigenlijk al een ik loop de hele zomer in het park een beetje de barbecue en opruimen homa verzekering? Huh? Kun je die mooi combineren met flikker alles waarvan begonnen? Wat maakt het allemaal uit, verzekering? Heb jij eigenlijk al een puzzelverzekering? Een puzzelverzekering?
En voor als een van je kinderen als levende bom gaat spelen. Zetten wij hem voor de begrafenis weer helemaal netjes in elkaar. En gezien jullie gemiddelde lengte, nou, dan hebben we de boel met 2000 stukjes wel gecufferd. Verzekeringsman, wegwezen, ik heb er genoeg van. En jij daar, geen agressie op straat. Kijk maar aan als ik tegen je spreek, want zo doen wij dat in dit land. Normen en waarden. Naar je uitzetcentrum. Mooi gesproken, Klaas. Dankjewel, Bert. Duidelijke taal, daar hou ik van. Zeg, eventjes off the record. Wat? Van de plaat. Ah. Hoe is het thuis? Thuis gaat het uitstekend, hoezo? Nou, het valt me inderdaad op dat ondanks die problemen met je zoon... dat je toch stralend uit je ogen blijft kijken. Omdat ik denk dat je werk en privé gescheiden moet houden, Bert. Frits. Dag, Frits. Mannen. Nog iets van Maya gehoord? Nee. Nee, maar dat was ook de bedoeling, hè. We zouden elkaar 6 weken helemaal niet spreken. Heel goed, anders ga je elkaar alleen maar nodeloos kwetsen. Ja, ja, daar waren we al een paar jaar mee bezig, hoor. Hoe staat het met je zoon? Uitstekend, die heeft zijn laatste kans op school. Oh, dat is ook alweer de 4e keer, hè. Eens kijken wat er gebeurt. Die jongens uit Oost, die gaan gewoon helemaal naar het zwembad in West. Ja, maar dat komt omdat die vrouwen uit Oost zich steeds meer bedekken... En die vrouw uit West zich steeds minder bedekken. En die vrouw uit Oost die willen zich aan niemand laten zien. En die vrouw uit West die willen zich echt aan iedereen laten zien. En daarom zeggen die mannen uit Oost van die vrouwen uit West dat het hoeren zijn. Ja, ja, maar soms is het ook zo, hoor. Nee, wel, nee, man. Natuurlijk niet. Jawel, als het hoeren zijn. Ja, ja dan wel, ja. Ja. Wel, ja. Nou, ik denk in ieder geval dat we heel veel problemen uit onze wijk weg kunnen nemen... als we het christendom en de islam kunnen mixen tot 1 geloof voor iedereen. Waarom schaffen wij het geloof in deze wijk niet helemaal af, Bert? Nee, dat moet je natuurlijk nooit doen. Geloof, dat is voor heel veel mensen ontzettend belangrijk. Oh ja? Ben jij zo gelovig dan? Ja. Nou, ik geloof niet in een god, maar ik denk wel dat er iets is. Ja, ik denk ook dat er iets is. Ja, ik geloof ook wel dat er iets is, ja. Eddie, geloven jullie in een leven na de dood? Nee, niet echt, nee. Maar we denken wel dat er iets is. Zie je, zij denken ook dat er iets is. Er is meer tussen hemel en aarde. Luister, Bert, ik geloof niet in een hemel. Maar ik denk wel dat er iets is. Ik denk dat als je doodgaat en je zit in die tunnel van licht... Nou ja, tunnel. Ik geloof niet in een tunnel. Maar ik denk wel dat er iets is. Nou, en daarom stel ik voor dat we het christendom en de islam mixen tot 1 ietsisme. Tot een soort ietsendom. Iets doms. Tot iets doms, ja. En dan schuiven we de Bijbel en de Koran gewoon in elkaar... en dan halen wij uit beide boeken de leukste dingen. Eddie, even noteren. Wie heeft er een voorstel? Stel ik voor dat mannen meerdere vrouwen mogen hebben. Ja, en dat je die vrouw ook af en toe mag slaan. Nou, en daarna zeg je dat het je spijt en dan is alles weer vergeven. Schrijf op, slaan, spijt. Wat doen we met de feestdagen? Kerstmis en Ramadan. Stel ik voor een maand lang overdag kersthapjes en 's nachts vasten. Schrijf op, overdag kerstmis, 's nachts Ramadan. De vrije dagen? Ja, moeten we kiezen. De moslims hebben de vrijdag, de christenen de zondag. Stel ik voor de vrijdag en de zondag. Ja, maar dan heeft het natuurlijk weinig zin om op zaterdag nog iets te gaan doen. Noteren, het weekend is van vrijdag tot en met zondag. Wat doen we met bidden? Nou, 5 keer op een dag vind ik wel heel veel, hoor. Ja, zeker met mijn knieën. Wat bidden we? Maar dat maakt niet uit, joh, als het maar iets is. Tot wat bidden we? Maakt niet uit, als het maar tot iets is. Hoe vaak... bidden we. Ja, dat maakt toch niet uit? Al schrijf je het 1 keer in een jaar op een briefje en stop je het in je schoen met een wortel erbij. Schrijf op. Wortel erbij. Wat doen wij met Mekka? Mekka, ja, dan moet je dan 1 keer in je leven naartoe, hè? Nou, zo leuk is het dan niet. Maar wat dacht je van Rome? Ik zou het ruimer houden. Je moet 1 keer ergens naartoe. Maar zullen we dat dan wel 1 keer per jaar doen? Een paar weken. Schrijf op. Iedereen gaat 1 keer per jaar een paar weken ergens naartoe. Nou, even de spellingcontrole eroverheen. Ik kan het morgen naar de drukker. En dan geef ik nu het woord aan de voorzitter van de vereniging van mensen die af en toe een letter kwijt zijn. Goedenavond, lieve dames en heren. En allemaal van harte welkom bij alweer de 3e bijeenkomst van de vereniging van mensen die af en toe een letter kwijt zijn. Zoals ik de vorige keer al vertelde, was ik al een paar maanden de kwijt. Oh, daar ga ik weer. Oh, weg. Gisteravond zat ik op de radio te luisteren en toen dacht ik bij mezelf... het straks ben je ook nog de wijd.
dat wordt wel een beetje eeuw, want in Nederland word je al snel gediscrimineerd met een lichtspraakgebed. Maar, en heb ik de... Nog. Oh, oh weg. De lettertjes vliegen uit mijn hoofd. E-a's, pin-a-a's. Nou, dat dop ik nu maar E, dat u L, het aan dat E. Oi! Ik begrijp hier helemaal niks van. Ongelooflijk gewoon, hè? Ik begrijp hier helemaal niks van. Ongelooflijk gewoon. Ik begrijp er helemaal niks van. Alsof ze gewoon helemaal in het niks verdwijnen. En straks is het donker. Ja, nou ja, dan zie je ze helemaal niet meer. En dat terwijl er toch zoveel van zijn. Ja, wel, dat fokt maar aan, zeg. Wat dat betreft zijn het net Marokkanen. Het is een grote smoel van ongelijke kansen, maar ze hebben allemaal zo'n gouden ketting, hè? Wat dat betreft zijn het net Antillianen. Maar 80% is dealer. Wat dat betreft zijn het net Turken. Te lui om te werken, maar altijd geil. Dat is dan ook de enige overeenkomst met ons. Ja. Zeg, ik heb niet zoveel tijd, want ik heb nog een oudere avond van mijn dochter. Ja, maar het moet toch even rammen? Rossen! Het moet toch even ontspannen, anders neemt mijn werk toch mij naar huis. Hé, hey, Willem-Jan. Hé, hey, Willem-Jan. Even op die platte neus. Even op die dikke lippen. Ze even laten dansen. Ja, want dan kunnen ze toch zo goed. Ik vind het mooist als ze in de fik staan. Ja, maar ja, dan zie je ze ook tenminste. En dan lekker over die bolle vrouwen van ze heen. Met die heerlijke dikke kont, hè. Met die goddelijke gospelstemmen als ze klaarkomen. En lekker koken dat ze kunnen, jongen. En heel lief voor de kinderen. Ja, ja, maar voordat we sentimenteel gaan worden, is het toch voordat we die negen van net eens even opzoeken. Even heel duidelijk maken van wie dit land nou eigenlijk is. Zeg. Willem-Jan, wat ben jij stil vandaag? Heb jij die ene negen nog gezien? Ja, wat vind jij dat we moeten doen? Nou, ik denk dat de weinig zin heeft om door te zoeken. Ik denk dat we gewoon lekker naar huis moeten gaan. Komt de man bij de dokter met een bobbel in zijn broek. Komt de broek bij de dokter met een bobbel in zijn van. Komt de dokter bij de man met een broek in zijn bobbel. Er zit een man met zijn bobbel bij een dokter in zijn broek. Wat zegt u me nou? Ik kan al geopereerd worden? Dat ben je niet. Nee. Maar ik stond toch op een wachtlijst? Ongelooflijk, ja. Eventjes, want ik sta namelijk op diverse wachtlijsten. Over welke wachtlijst hebben we het hier precies? Darmkanker, ja, dat ben ik. Ja. Ja, dat klinkt misschien heel gek wat ik nu ga zeggen, maar dat heb ik eigenlijk nog niet. Nee. Nee, ik dacht, weet je wat, ik zeg maar was op die wachtlijst. En tegen de tijd dat ik aan de beurt ben, heb ik het misschien wel. Huh? Nee, is niet gelukt, sorry. Kunt u me gewoon weer onderaan de lijst zetten? Ja, dank u wel. Dag. Au, au! Wat au? Au, mevrouw. Dacht ik ook, hè? Deed het pijn? Ja, dat deed wel een ietsje pietsie pijn. Ja, dat is ook een beetje de bedoeling, hè, van de SM. Zullen we snel doorgaan, want zo'n lunchpauze is zo voorbij. Ja, zo maar. Oh. Ja, zo. Mag het iets minder? Ja, nee, nu iets harder nog. Nee, doe maar. Nee, rustig. Nee, dit is gewoon strelen. Ja. Ja, maar wat wil je nou eigenlijk? Ik kan heel goed de stem van Lambiek. Van Suske en Wiske? Nee, van Lambiek. Maar stripfiguren die hebben toch helemaal geen stem? Nee, maar dan doe je toch gewoon wat je denkt dat zijn stem is? Als jij het lekker vindt? Ja, doe maar Sidonia! Rammen maar met die fantasticus! Kom maar op die kadettekes! Trek maar aan mijn schranulletje! Oh, dat geeft goed zin. En rammen, dikke slet dat je er bent. Au, godverdomme, dat is naast mijn verdoving. Ik ben je rommeke niet. Oh. Nou, kom maar even hier, hè. Even ontspannen, zo. Ja, dat is lekker. Oh. Het is niet de bedoeling dat het lekker is, hè? Nou, vertel nou...
Vertel maar eens, wat wil je nou eigenlijk? Ja, wilt u mij dan toch een algehele narcose geven? Ja, dan zul je zien, dan geef ik geen kick. Geil. Kom eens van die paal af. Heb jij mijn pillen gezien? Wat? Heb jij mijn pillen gezien? Onderaan je rug. Ah. Nee, man. Mijn pillen. Oh, je pillen. Heb jij mijn pillen niet gezien? Nee, die heb ik niet gezien, nee. Ah, ik zag Eddie ermee weglopen. Eddie, weet je waar Eddie heen ging met mijn pillen? Nee, ik zag hem alleen weglopen. Je hebt Eddie zien weglopen met mijn pillen, maar je weet niet waar hij naartoe is. Maar het zijn wel mijn pillen. Waar is Eddie, man? Ja, weet ik veel. Eddie zegt nooit waar hij naartoe gaat. Ja, dat is typisch Eddie. Eddie heeft mijn pillen, gaat ergens heen, niemand weet waarheen. En het is typisch Eddie. Waar is Eddie, man? Waar is Eddie? Doe eens even relaxed. Weet je of Eddie lang weg blijft met mijn pillen? Nee, Eddie had het niet specifiek over een tijd. Maar ja, dat is Eddie de voeten uit. Okay. Kijk, Eddie komt ooit wel terug. Maar ja, hij zegt er nooit bij wanneer die terug... Oh, wanneer die terugkomt. Ja, het is een rare gozer. Dus Eddie heeft mijn pillen. Niemand weet waar hij heen gaat. Oh, komt hij wel weer eens terug met mijn pillen. Het is typisch Eddie. Het is een hele rare gozer, die Eddie. Inderdaad, ja. Waar is Eddie, man? Hey, Eddie. Hey. Wat is hier aan de hand? Die jongen die had mijn pillen. Ja. Wel, nee man, jouw pillen die liggen hier op het tafeltje. Zijn dat mijn pillen? Wat een goeie grap. Wat een mega grap is dat, zeg. Hoe kom ik erop? Laat maar zitten, het is een grap. Het is een grap. Ah, humor. Prima. Ja, ik ben zelf ook van de lange grapjassen. Ik heb nog geen clue, maar die komt nog. Zo, meneertje. Wat is hier nou eigenlijk aan de hand? Nou, ik word in elkaar geslagen in mijn eigen winkel. Hoor je wat je nou zegt? Ja. Nee, hoor je wat je zegt? Ja, meneer. Jij zegt dus dat het hier niet veilig is. Nee hoor, dat zeg ik helemaal ja, niet. Ja, dat is wel wat je zegt, ja. Nee hoor. Ja, jij zegt eigenlijk heel gewoon dat ik mijn werk niet goed doe. Helemaal niet. Dat is wat je zegt. Nee. Hey, ik loop hier de hele dag te pestpokken. Wat kutwinkeliertjes als jij. Jij gaat hier een beetje de hele wijk rond zijn zodat het hier niet veilig is. Frit. Ik hoor stemverheffing. Ja, ik geloof dat ik het was. Problemen? Nou, dat kun je wel zeggen, ja. Dit winkeliertje hier is in de hele stad aan het rondbezuinen dat het hier dus niet veilig is. Dat is niet waar. Dat is niet waar. Ben jij niet datzelfde winkeliertje van die gebroken neus van vorige week? Ja, meneer. Ja, het begint dus een beetje op uitlokken te lijken. Frits, Bert, moet ik in mijn eentje de kerken en de moskeeën bewaken? Of gaan we nog een beetje meehelpen vandaag? Nou, we hebben hier wel even wat serieuzers aan de hand, hoor. Dit winkeliertje hier is een landelijke actie begonnen om te verkondigen dat het hier niet veilig is. Dit winkeliertje hier? Is dit niet hetzelfde winkeliertje wiens vrouw we 2 weken geleden dood op de stoep hebben aangetroffen? Ja. Die ligt dus nog niet koud in de grond, of je begint alweer problemen te veroorzaken.
Uit de wijk! Wegwezen. Ja. Weg. Uit de wijk! Hup, wegwezen. Nooit meer terugkomen. Kom. Ja, doe maar. Hup, wegwezen. Ja, wij timmeren de boel wel dicht. Hup, tokkies en welkom. Ja, dat is, iemand gaat rondbezuinen dat hij niet veilig is. Gaat 2, 3 rondbezuinen totdat hij niet veilig is. Dan gaat de hele wijk rondbezuinen en dan wordt het vanzelf niet veilig. Precies. Frits. Ja, dat is hetzelfde als met zo'n bord boven de snelweg met erop 50. Iedereen remmen en je hebt een file. Ja, dat heeft er niks mee te maken. Nee. Nou, ik denk, ik probeer het gewoon even. Winkeliertje, ook zelf een beetje verantwoordelijkheid nemen. Veiligheid begint bij jezelf. Veiligheid zit tussen je oren. Veiligheid, dat ben jij. Veiligheid. Goed, jongen. Ja. I have a dream. I have a dream. Here comes the first car with police chief Jess Curry, and here is the President of the United States. Ik heb er zin aan. At your service. At your service. Those free. It's a thing to sing a different about this thing. I just can't wait. Maar ik vraag me dan eigenlijk af wat me dan nog allemaal te wachten staat. Blij dat ik binnen ben. Hoezo? Nou ja, hoezo? Ik vond het een behoorlijke puinhoop op straat. Dan ben je de enige, want de rest van de groep vond het een hele normale ochtend, hoor, Bert. Oh, nou ja, dan ben ik de enige die een normale ochtend nog steeds een verschrikkelijke puinhoop vindt. Ik heb wel goed nieuws. Maar die kinderboekenneuken hebben we dus te pakken. Die gozer die kwam uit Eindhoven. Hebben we nog huiszoeking gedaan, weet je wat we gevonden hebben? Dagboek van het Anne Frank plantsoen. Hebben ze sporen gevonden? Hé, ik zat laatst nog eens te denken over die verschrikkelijke gijzelingsramp op die school in Beslan, weet je wel, in Rusland. Maar toen dacht ik later, nou ja, dat zou gelukkig nooit kunnen gebeuren op de school van mijn dochter. Want die zit op een Montessori school en dan gijzelen ze pas als de kinderen eraan toe zijn. Hé! Hey.
We hebben een logo. Ja, ja, jongens. He? We hebben een logo. Hey. Gehad van de burgemeester. De logo-burgemeester. Voorlopig alleen op de binnenjas, maar hij zei als we zo door blijven gaan, komt er ook een op de buitenjas. En dan worden we helemaal serieus genomen. He? Ja, en het is nodig, hè? Goh, man, wat is het dankbaar werk wat wij doen. Ah, ik geniet er echt van dat je mensen die... Mensen die angstig door de... Alle drie even lang. Dat wij iets kunnen betekenen voor de mensen. Ja, weet je, omdat mensen zo... Die zo... angst, jongen. Ja, mensen angst. Zijn bang. En weet je hoe het komt? Omdat ze denken dat er in onze wijk ook een toename is van de georganiseerde criminaliteit. Dat is een veel te harde term. Ze. Ja. Dat is een veel te harde term, zelfs een keiharde term, voor iets dat er in onze wijk nog helemaal niet is. Ja, natuurlijk wel, jongen. Het is niet georganiseerde Luister, criminaliteit. Luister, ja, als ik praat met de gewone mensen op straat, maar, en dat wil ik ook benadrukken, ook met de niet-gewone mensen. Dus mensen zoals Johan, Frans, Lucas, Monique, Hanneke, moet ik echt het hele rijtje opnoemen? Nou, misschien moet je het maar eens een keertje gaan doen, Bert. Johan, Frans, Lucas, ja, Monique, stop maar, ik ken Hanneke. Het rijtje wel. Ik ken het rijtje wel, ik ken die mensen wel, Johan, maar wat zeggen die dan? Wat zeggen die mensen wat dan? Wat zeggen die mensen dan, ja. Welke mensen? Ja. Johan, Frans, Lucas, moet ik het hele rijtje gaan opnoemen? Nee, daar hadden we het over. Als ik ze vraag, wat heeft voor jullie prioriteit van aanpak in de wijk, dan zeggen ze allemaal, unaniem, nou, lange jassen, doe eens een keer iets aan de criminaliteit. Ach, dat vind ik nou weer zo gemakkelijk, hè? Ach, man, ga dan weg. We hebben toch ook te maken met het medisch centrum? Hè? Met de bewaking op school? Met de verveling op straat? Ja, jezus, moet ik het hele rijtje op gaan noemen? Nou, misschien moet je het maar eens een keertje gaan doen, Frits. Nou, we hebben te maken met het medisch centrum, de bewaking op school, de verveling op straat, met de kinderboerderij, hè? De loslopende kippen, de kansarme ezeltjes, de bejaarden, de verdachte pakketjes. Nou, zo kan ik wel een tijdje doorgaan, hoor. Ja, ga je gaan. Wat wij moeten doen is FVF en dan komen we even... FVF? First things first. En dan komen we er vanzelf bij wat onze grote vriend Bert hier de georganiseerde criminaliteit noemt. Ik wil niet dat je zo met mij omgaat. Wat? Nou, dat je opeens begint met onze grote vriend Bert. Je bent toch mijn grote vriend? Nee, maar ik begrijp heel goed wat je bedoelt. Wat het bedoel is een toontje eronder. Er is helemaal geen toontje. Tuurlijk, Bert. Zit er cynisch ondertoon. Er is helemaal geen cynisch toontje. Onze grote vriend. Ik wil gewoon niet dat je zo met mij omgaat. Is geen toontje. Frits, jij hoorde toch ook dat toontje? Nee, ik heb geen toontje gehoord. Nee, ik was weer de enige die een toontje hoorde. Ja, maar nou hoor ik wel een toontje. Ja, er zijn toch nogal wat criminele organisaties? Over wie heb je het dan, Bert? De Joegos, Russen, Israëliërs, Turken, Algerijnen, Marokkanen. Moet ik echt het hele rijtje opnoemen? Nou, misschien moet je het maar eens een keertje gaan doen, Bert. Tsjetsjenen, Kazachstanen, Bosniërs, Kroaten, Herzegovinjes, Wit-Russen, Letten, Litouwen, Esten, Chinezen. Nou, zo kan ik nog wel een tijdje doorgaan. Ga maar lekker door, hoor, Bert. Cambodjanen, Molukkers, Laoten, Nepalezen, Thaïen, Maleiërs, Algerijnen... Ho! Algerijnen had je al gehad. Dat is lekker makkelijk zeggen, Algerijnen nog een keer. Kijk, als je de dubbele Algerijnen in gaat gooien, dan kan ik ook wel een rijtje bedenken, hoor. Had ik Algerijnen? Ja, belachelijk gehad, man. Je begon met de Joegos. Russen, Israëliërs, Turken, Algerijnen, Marokkanen, Tsjetsjenen, Kazachstanen, Bosniërs, Kroaten, Herzegovinas, Wit-Russen, Letten, Litouwen, Esten, Chinezen, Cambodjanen, Molukkers, Laoten, Nepalezen, Thaïen. Er is alleen maar paniek in jou altijd maar. Ik heb helemaal geen paniek. Ik zie toch wel je paniek gewoon, nee, gewoon in je lichaam. Nee, ik heb helemaal geen paniek. Je hebt wel paniek. Ik wil alleen dat de grote vissen in de wijk een keer worden aangepakt. Ja. Heb je het stokpaardje van Bert, de grote vissen? Maar wie bedoel jij nou met grote vissen? Ach, jij weet heel goed wie ik bedoel met de grote vissen. Nee, dat weet ik niet, nee. Moet ik soms het hele rijtje gaan opnoemen? Nou, misschien moet ik het maar eens een keertje gaan doen, ja. Nou, dan heb ik het over de makreel, de tonijn, de zeebaars, de paling, de wijting. De wijting? De wijting is geen, dat is toch geen grote vis, man? Oh, en waarom noemen ze hem dan wijting? Alsjeblieft, zeg. Weet je wat een grote vis is? De potvis, dat is een grote vis. De potvis, he? Frits. Jij moet je biologische kennis een keertje gaan bijscholen. De potvis is helemaal geen vis. De potvis is een zoogdier. Jawel. Ja. Jawel. Jawel. Ik zou je één ding zeggen. De potplant is een plant en de potvis is een vis. Maar de zeehond is geen hond. Maar de zee-egel is wel een egel. Ach, wel nee. Maar een zeekoe staat niet naast een trein te grazen. Nee. Wat hebben wij nou gezegd? Wij hebben gezegd, woord. Wij tekenen een wijkakkoord. Jij gaat indrukken. We beginnen bij de egel. En dan moet je doorgaan dat de zaad lommig hebben. Als de zaad lommig moet je zaad hebben. Als de egel zaad hebben.
niet waar, man. Schiet erop. Luister even, man. Je moet concessies hebben over de staatslommige. Dat is helemaal niet waar, man. Je moet het is zo dat de walvis, de potvis en de blauwe vinvis... Ja, nou ben ik helemaal kwijt waar we het over hadden. Ik ook. Ik ben echt ontzettend boos. Ik heb alleen geen idee op wie. Vissen. Jullie hadden het over grote vissen. Wij hadden het over grote vissen. Ja. Jezus, wat knap dat je erop komt. En grote vissen die kun je alleen maar vangen als je weet waar ze zwemmen. Daar is de buurtactie beet voor opgezet. Dat is een goed gecoördineerd plan. Wij gaan binnen 2 weken alle 3 UC. UC? Undercover. En wij moeten onig brengen. Onig brengen? Onszelf niet in gevaar brengen. Ja, dat weet ik toch ook wel? Oh, dat weet je ook wel. Goed. Ja, natuurlijk. Ik ken dit hele plan, toch? Maar het is wel mijn plan, Bert. Ja, maar je legt het heel slecht uit, omdat je de hele tijd alles afkort. HNW. HNW? Helemaal niet waar. Ja. Ik zoek geen ruzie. Ik ben alleen maar blij dat ik eindelijk een keer heb kunnen zeggen wat ik wilde zeggen. Nou, ik ben ook heel erg blij dat ik heb kunnen zeggen wat ik heb kunnen zeggen. Ja, ik heb helemaal niks te zeggen, maar ik ben ook blij. Nou, dan wil ik hier iets aan toevoegen. Misschien dat dat dan te weinig gezegd wordt. Ik ben namelijk ook ontzettend blij dat wij al zo lang vrienden zijn. Dat is mooi. Ga ik ook wat zeggen? Jullie weten dat relaties met vrouwen bij mij nooit erg lang duren. Maar een vriendschap... die ik met jullie heb gesloten, is het mooiste dat me in mijn leven is overkomen. Nou, dan zal ik ook een duit in het zakje doen. Dus de band die ik met jullie voel, die is voor mij sterker dan die met mijn eigen familie. Weet je wat mij opvalt? Is dat wij eigenlijk al zo lang vrienden zijn. Mensen weten soms niet eens meer wie is. Klaas. Klaas, mijn ex noemde mij in bed soms gewoon al Klaas. Wat zeg je? Mijn ex noemde mij in bed soms gewoon al Klaas. Oh, dat is heel vreemd. Bert, mij noemt ze juist soms Bert. Ja, maar noemt ze een van jullie wel eens Frits? Dat is vriendenhumor. Even een sterke kant op. Kijk, weet je wat het makkelijk aan een vriend is? Dat je er altijd heen kunt. Als ik thuis zeg, lieverd, ik ga even naar een vriend. Nou, dan zegt mijn vrouw altijd, nou, veel plezier, doe hem de groeten, leuke avond. Maar als ik zeg, nou, ik wilde eigenlijk eens een keer een avondje naar een vriendin. Altijd moeilijk. Bij jou ook? Nou, ja. Dan ligt dat bij ons dus altijd moeilijk. En daarom noem ik mijn vriendin dus ook altijd Gerard. En sindsdien heb ik nooit meer problemen, want ik bel naar huis toe, zeg schat, ik moet overwerken. Ik blijf maar weer een keertje bij Gerard slapen. Alle problemen de wereld uit. Bert, ik wou je even wat zeggen. Kom eens even hier. Ik vind het echt zo geweldig van jou, dat jij Maya hebt opgevangen toen wij besloten om elkaar tijd niet te zien. Dat vind ik zo mooi van jou, dat wou ik toch even zeggen. Ja, nou, maar dit is een hele kleine moeite. Nou, nee, dat vind ik niet. Nee, luister, toen het misging tussen jullie twee, heb ik gelijk tegen Maya gezegd. Maya, jij komt lekker een tijdje bij mij wonen. Maar ze woont toch niet bij je? Nee, er staan wat spulletjes. Ah, ja. En ze blijft elke nacht slapen. Ja, ja. He, dat noem ik voor het gemak even wonen. Ja. Maar dat is toch niet van vandaag op gisteren, Bert? Nou, jij hoeft je helemaal geen zorgen te maken. Huh? Dat komt allemaal goed. Ik hoef me geen zorgen te maken? Nee, joh. Kijk, het is nu eventjes heel erg leuk dat ze er is. Maar uiteindelijk is Maya voor mij, denk ik, te oppervlakkig.
Ja, wat dat betreft is Maya gewoon veel meer een vrouw voor jou, Frit. Ja, maar het is toch ook gewoon mijn vrouw? Word ik nou gek? Jij luistert gewoon niet meer naar wat ik zeg. En dat doe je al heel lang niet meer! En het zit me nou een keer helemaal tot hier en nog meer boven mijn nek! Ja, bij mij ook, hoor. Begrijp jij wat je doet met onze vriendschap? Ja, het dringt niet door. Weet je wat ik met jou ga doen? Ik ga gewoon zeggen wat ik bedoel. Misschien begrijp je het dan. Ik bedoel te zeggen als vriend... Maya, die komt bij jou terug. Nou. Op den duur. Ja, ik heb gewoon niet geluisterd. Doe je al heel lang niet meer. Ja, dat is echt een verbeterpuntje, hoor. Ja, ik wou je ook alleen maar bedanken, Bert. Dat is het enige wat ik wou zeggen. Ja, jij hoeft mij niet te bedanken. Ik bedank jou. Jongens, we gaan elkaar toch niet voor elk wissewassie lopen te bedanken. Dat vind ik nou zo mooi gezegd, hè? Dank je wel, Frits. Klaas, hoe is het nou met je zoon? Dat weet je toch? Ja, daarom vraag ik het ook. Die is gisteren van school gestuurd. Nee. Ja. Bleek dat hij weer in pillen dealde. Dit is toch ongelooflijk. Moet je horen, dat jongetje dat dealt in pillen. Moet je nagaan, op die leeftijd. Ja, maar leeftijd zegt tegenwoordig heel weinig, hoor. De een is daar gewoon eerder aan toe dan de ander. Oh ja? Maar hij komt dus toch steeds weer aan die pillen, dus er zit een hele zieke geest achter. Ja, dat weet je toch niet? Het kan een hele normale man zijn, joh. Dat weet je niet. Een normale man? Ja. Kijk, en dat hij zelf aan die pillen zit, dat vind ik heel erg vervelend. Maar dat hij in het wereldje van die pillen verstrikt raakt, dat vind ik gevaarlijk, hoor. Ja, wereldje, man. Wereldje. Er is toch maar één wereld, joh. Stel je er niet zo aan, man. Het is gewoon een extraatje. Een extraatje? Voor die jongen. Jezus, man, is dat veel beter dan een krantenwijk? Dan moet hij er elke ochtend om 6 uur uit. Ja, maar nu ligt hij elke ochtend pas om 6 uur in. Nou, dan kunnen ze elkaar een hand geven. Nee, dat kan natuurlijk niet. Nee. Dit is bezorgdheid van een vader voor zijn zoon. En jullie kennen het woord bezorgdheid niet meer. Maar ik geef nog een waarde over in mijn opvoeding. Ja, dat lukt me niet. Die jongen zit in een fase. Ja, maar, ja. Hij zit in een fase. Ja, ja, maar moet er wel overheen. Ja, nee, okay. Nee, je moet door een fase. Nee, je moet over een fase. Ja, maar laat elkaar vooral steunen. Je moet door een fase. Nee, als je door, dan blijft hij misschien niet. Je zegt acht, nee. Nee, je moet over een fase. Je moet doorleven. Je zegt achteraf, ik ben er overheen. Luisteren. Maar je gaat door een fase. Hij zegt het. Jij spreekt niet eens Nederlands, man. Ja, maar het zijn hele dagelijkse problemen. Iedereen heeft wel eens problemen. Overheen. Dat zeg ik. Iedereen heeft wel eens problemen. Ik heb ook wel eens een probleem. Oh, wat dan? Nou, dat zal ik jullie vertellen. Ik maak me enorme zorgen over mijn dochter. Moet je niet doen. Jezus, Mina, wat heb je dat weer mooi gezegd. Hoor je wat hij zegt? Moet je niet doen. Ja, maar luister, jonge Karin, die is nu... 16. Nee, joh. Ja, 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 ja. Is die pas 16? Maar die ziet er een stuk ouder uit. Ja, maar ze is 16. Maar goed, ik zit gisteravond te praten met oude Karin. Hoe oud is oude Karin eigenlijk? 41. 41? Nee, is die al 41? Ja, ja, ja. Ja, ja, maar ze is 41! Je bent een jongen, hè? Maar goed, ik zit dus te praten met oude Karin. En die vertelt me dat jonge Karin waarschijnlijk een veel oudere vriend heeft. Ja, jezus man, dat vinden die meiden allemaal leuk op die leeftijd. Dat zegt helemaal niks, joh. Ja, een beetje ouder. Maar deze schijnt dus echt veel ouder te zijn. Maar ken je hem? Ja, ze wil het nog niet zeggen, maar... Zullen wij koffie zetten? Even een bak koffie. Ik drink geen koffie. Jij drinkt geen koffie? Nee, dat weet je toch. En omdat jij geen koffie drinkt, zetten wij geen koffie voor de hele groep? Jij stelt jezelf buiten de groep. Doe je al heel lang. Dat is een verbeterpuntje, hoor. Wat weet je dat? Kijk me aan. Kijk me gewoon aan. Klaas, ik vind het moeilijk om jou te vragen. Maar zou jij niet een keer met jonge Karin kunnen praten? Nou, je weet dat praten niet mijn sterkste kant is, Ben. Nee, maar luister, jonge Karin heeft het altijd over jou en nooit een onvertogen woord. Dus ik dacht misschien dat jij wel tot haar kan doordringen.
Nou, ik zit zo'n beetje hard op te denken. En dan, misschien is het wel een goed idee als een keer een lang weekend bij me komt logeren. Neemt ze de spulletjes mee? Spulletjes? In de weekendtas. Spulletjes in de weekendtas. Zou ze niet een keer een hele week bij jou kunnen slapen? Spulletjes mee? Spulletjes? In de hele weektas? Nou, dan ben ik gewoon een hele week met haar bezig en dat is... Maar misschien is het wel een goed idee, want heb jij wat meer tijd voor Maya van Frits om eens dieper op de zaken in te gaan? Nou, dat zit ik nou net te bedenken. Want ik zou dan misschien met Maya een paar dagen naar Parijs kunnen gaan. Nou, dat zal ze hartstikke leuk vinden. Weet je dat wij altijd een keer met z'n tweeën naar Parijs wilden en door die ellende is er gewoon nooit van gekomen? Nee, dat zei ze laatst, ja. Ja. Frits, ik doe dit dus ook voor jou. Ja, dit is goed. Zo mooi, hè, wat wij hebben. Dit is zo mooi. Ja. Hey, en dan betalen we allebei de helft. Tuurlijk. Ja. Ja. Kom hier. Hey, kom hier. Goed, wat is dit mooi. Oh, wat er ook mooi, gebeurt, we blijven altijd vrienden. Jongens, één voor alle. Ieder voor zich. Ieder voor zich. Wij zijn al een hele lange tijd samen. Ja. 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 Langer dan de meeste mensen die wij kennen. Ja. 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 Nou, het is precies 11:00. Ik stel voor dat we beginnen. Is prima, lieverd, maar zullen we dan wel een eindtijd afspreken? Want ik wil ook nog even douchen. Akkoord. Hang je kleren op het knaapje. Ondergoed graag in de was. Trek jij wel dat opwindend paarse setje aan? Dat werkt altijd. Oh, dat staat je prachtig. Kijk, daar komt hij al. Wat vind je van mijn nieuwe boxershort? Ik vind hem echt hartstikke leuk. Maar wacht even. Doe ik even het merkje naar binnen. Staat toch even netter. Nou, dan kunnen we nu beginnen. Zeg, lieverd, zullen we niet door elkaar gaan strelen? Dat vind ik altijd zo rommelig. Wat dacht je van om en om 2 minuten? Akkoord. En ga je niet gelijk naar beneden? Dat vind ik niet zo vreselijk als je straks daar aan mijn rug zit. Is dit lekker? Lieverd, wil je gewoon rechte lijnen strelen? Die onverwachte bewegingen halen me helemaal uit mijn concentratie. Toen wij elkaar leerden kennen, was jij 16 en ik 17. Ja. Ja. Ik heb het gevoel dat je ergens heen wil. In het begin was het leuk, hè? Ja. Toen was je lief. Schreef je van die leuke briefjes. Ik voelde me zo mooi bij je. Dat was je ook. Nou, de 2 minuten zijn om. Jij bent. Zeg, lieverd, je hebt me nog helemaal niet verteld of je al wat assertiever bent tijdens de teamvergaderingen. Ja, dat gaat uitstekend. Doe je ook even het gebied waar de benen vastzitten aan de rug? Jij wil altijd zo snel, hè? Maar wacht even, dan pak ik even een keukenhandschoentje. Zeg, liefst niet goed als ik even een telefoontje aan mijn secretaresse waag. Orde kan gewoon handsfree. Daarna ben ik eigenlijk nooit meer echt gelukkig geweest. Jawel, toch? Nee. Nou ja, af en toe, maar nooit lang. Nee, nooit lang. Maar wel af en toe, tenminste ik wel. Ja, wel af en toe. Eigenlijk ben ik best vaak ongelukkig geweest. Ik ook. Maar volgens mij hebben we dat in het begin best wel vaak besproken. Volgens mij zijn we er heel snel mee gestopt. Ja. Vanwege de kinderen. Jij bent gewoon niet de vrouw van mijn leven. Nee. En dat bedoel ik helemaal niet vervelend. Ik wil er alleen maar mee zeggen. Maar je hoeft je niet te verontschuldigen, hoor. Jij bent ook niet de man van mijn leven. Oh? Nee.
Zeg, lieverd, wat doe je nou? Nou, ik dacht, dan ga ik nu even oraal. Ja, dat is prima. Maar wil je niet dat broekje opzij trekken, dan gaat de rek uit het pijpje. Kun je hem gewoon even uittrekken? Ja, Chantal, die afspraak die we hebben met Protector, ja, die moet worden afgezegd. Lieverd, kun je het slipje even opvouwen, kleine moeite. Zal ik een keer wat sneller? Nee hoor, doe maar het gewone, rustige, gebruikelijke tempo. Ja, Chantal, die afspraak moet worden afgezegd. Ja, dat is lekker. Ah, fijn. Ik had het tegen Chantal. Ja. Goed, de 2 minuten zijn om. Doe ik jou. Ja, maar doe je wel een beetje voorzichtig met het schuursponsje. Ja, maar lieverd, het moet wel schoon, hè? Dat begrijp ik, ja. Au, 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 au! Nou, dat viel best mee, hè? Nou, dan kun je nu beginnen. Nou, hang hem nog even 2 minuten in de kamillethee, dan weet ik zeker dat hij schoon is. In het begin was het af en toe best wel leuk. Ja, af en toe, ja. Hoezo af en toe? Nou, zoals jij het zegt. Weet je dat ik me al 30 jaar niet meer bijzonder bij je voel? Dan had je dat iets eerder moeten zeggen. Dat heb ik ook gedaan. En zoiets merk je toch? Bovendien is het onzin. Ik heb heel erg vaak gezegd hoe mooi ik je vind. Ja, als je met me wilde vrijen. Ik wilde tenminste nog. Ik ook. Maar dan wel met liefde. Met liefde? Met liefde, ja. Jij was altijd moe. Ja, maar ik was ook altijd moe. En die zieloze sfeer? Maar daar was jij toch net zo goed een deel van? Maar jij ook! Ja, ik ook. Ja, kom er maar in. Nou, dan kruip ik erop. Doe maar. Ja. Doe maar. Ja. Doe maar. Ja. Ah, klaar. Ja. Maar ik niet. Ja, dat is dan jammer, de bammer, lieverd. Maar we kunnen het toch gewoon even afmaken? Lieverd, het is 11:05. Ik wou ook nog even douchen. Dat begrijp ik. Nou, weet je wat? Dan pikken we de boel over 2 weken weer op. Schrijf jij nog even in het schriftje wat je allemaal lekker vond? Waarom ben je eigenlijk nooit weggegaan? Veel te ingewikkeld. Ja, dat vond ik eigenlijk ook. Ik ook. Ik ook. Ik zit naar jou te kijken, Frits! Hé, hey, laat je eens even in volle omvang zien. Jij bent flink wat aangekomen. Ja? Moet je eens even kijken. Jij was toch bezig met die diëtiste? Nou? Heb je erop gegeten? Tjoh. Tjoh. Hé, Frits, nu ben je naar binnen en naar buiten vetter. Hé, een beetje vorm blijven. Vandaag. Ik ben ontzettend goed bezig, man. Oh, ja. Ik eet al tijdenlang alleen maar appels. Van die maaltijdappels? Ik eet Apple Light. Ja, maar wat voor merk? Dat is een merk, gewoon een granny. Oei, 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 dat is een pakje roomboter, hoor. Ik heb het over een appel. Ja, maar de granny is de Magnum onder de appels. Frits, Frits. Frits, hoe eet jij die appels? Gewoon in plakjes met een beetje kaneel en suiker in zo'n grote ronde koek. Ja, dan kan het daar niet in zitten. Nee. Nou, maar goed, je bent wel dikker geworden. Nou, niet dikker geworden. Ja, man. Ja, ik was al zo dik. Oh. Ik ben trouwens afgevallen. Oh, je bent weer aan het lijnen. Ik ben nog steeds aan het lijnen. Maar over welke lijn hebben we het dan precies? Schijn het eruit, man. Ik zou je zeggen, ik ben 30 kilo afgevallen, hoor. 30 kilo? 30 kilo, ja. Hoe lang ben jij al bezig? 10 jaar. En hoeveel woog jij 10 jaar geleden? 87 kilo. En nu? 91. Dan ben je dus zwaarder geworden. Ja, ja. Als je het zo gaat bekijken wel, ja. 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 Maar ik ben wel in 10 jaar tijd bij elkaar opgeteld, ben ik dus 30 kilo kwijtgeraakt. Ben je in die 10 jaar tijd bij elkaar opgeteld ook 34 kilo aangekomen, Frits? Ja, als je het zo gaat bekijken wel, ja. Ja. Ik zit toevallig gewoon even in de top van mijn jojo. De jojo die gaat straks weer naar beneden, hoor. Nou, dat denk ik niet, want ik zag je vorige week op de receptie van de lange jassen toch een stevige schaal borrelnootjes weghappen. Ja, maar ik eet alleen het buitenste korstje. Die pinda slik ik gewoon door. Nou ja, er is wel meer blauw op straat. Ja. Wat ga je doen?
mijn inbox leegmaken en mijn verzonden items verwijderen. Dat doe je nu pas. Maar dat moet je meteen doen nadat je een berichtje hebt verzonden, Bert. Het leven is gevaarlijk, man. Dat moet je even automatisch instellen, joh. Automatisch instellen? Ja, natuurlijk. Weet je dat niet? Dat doe je zo. Kom eens. Dan ga je naar menu. En dan ga je naar instellingen. En dan zoek je automatisch in- en uitbox leeg. En dan druk je op oké. Druk maar. Makkelijk, hè? Anders blijft misschien net het ene berichtje staan, Bert. Ja, en dat kun jij volgens mij niet eventjes niet hebben, hoor. Hoezo kan ik dat nu eventjes niet hebben? Nou, we hebben gisteren eventjes in jouw inbox zitten neuzen. In mijn inbox zitten neuzen? Hoe wist je dan wat mijn pincode was? Ja, dat is toch bijna altijd je geboortedatum, man. Kom op, zeg. En sms'en, joh, dat doe je toch niet in het openbaar? Dat doe je op de wc. SMS-kamertje. Moet je wel het piefje eraf halen, anders hoort ze gelijk dat je zit te sms'en. Ja, een piepje tijdens poepen is vreemdgaan. Piepje eraf, stille modus instellen. Ja. Stille modus? Stille modus. Ah, ja. Kijk, dat doe je zo. Kom eens. Dan ga je naar menu. En dan ga je naar instellingen geluid. En dan zoek je gewoon stille modus. En dan druk je op oké. Handig is zo'n zakje pananaas. Hey, hoe is het trouwens... Hoe is het met Maya? Met Maya? Ja. Ja, goed. Oh, echt waar? Ja, heel goed. Oh, dat vind ik nou echt leuk om te horen. Heb je nog aan haar doorgegeven dat ze wat mij betreft alweer bij me terug mag komen? Nou, daar wou ik eigenlijk heel eventjes mee wachten. Maar dat heb ik al 6 weken geleden aan je gevraagd, man. Ja, maar dat soort dingen laat zich niet dwingen. Nou, dan wil ik Maya zelf even spreken. Jawel, maar als zij dat nou niet wil... Nou, ik geloof wel dat ik het recht heb om mijn eigen vrouw even een telefoon te krijgen. Hè? Ja. Ja, maar Maya die woont nu toch bij mij. We hebben het goed. Ik dacht dat jij het allemaal wel wist. Ja, als je weet het wel. Ja. Ja. Ja, je zit op de fokken. Je weet het. Dan wil je nog een keer horen. Hey, nou, ik neuk al een paar jaar jouw vrouw. Al een paar jaar. Maar dat wist ik niet, man. Hey. Nee. Nou, maar maak je geen zorgen. Ze wil je niet meer. Ze moet je niet meer. Ze vindt je een heel vervelend mannetje. Zij is echt mannetje. Maar dat is lief bedoeld. Hij heeft je kop, man. Hey, maar ik weet dat het niet makkelijk is voor je. Maar voor mij is het ook moeilijk. Ja. Heb je wel eens aan mij gedacht? Ik denk heel vaak aan jou. Oh. Je bent er een vriend van. Ja. Maar vriendschap en relaties moet je altijd gescheiden houden. Jongens, ga even lekker doen met ruzie maken. Dan ga ik even mijn zoon bellen. Want dat moet ook gebeuren. Als je zoon toch spreekt, hè? Huh? Maar zeggen we dat hij geld beneemt, want anders kan hij vanmiddag bezoek verwachten. Waarom kan kleine Klaas bezoek verwachten? Moet ik nog even mee. Nou, die zoon van jou die komt zijn afspraak niet na en ik krijg nog heel veel geld van hem. Waarom krijg jij nog geld van kleine Klaas? Moet jij even zeggen. Luister, die zoon van jou die bedient inmiddels de halve stad van de pillen. Jij bent de enige die niet weet. Kleine Klaas is de grote vis in de wijk. Kleine Klaas is de potvis. Nou, de potvis is eigenlijk geen... Haal je kop, man! Haal je kop! Wat ga jij doen met kleine Klaas als hij niet betaalt? Ga je achter mijn scooter zitten? Nee. Allemaal niet nodig. Is allemaal niet nodig, want die zoon van jou, hè? Uiteindelijk betaalt hij me altijd. Ja, van mijn geld, lul. Ja, dat weet ik. Hey, maar laten we de boel niet op de spits drijven. Ja, dat zijn mijn vrouw ook vanaf. Ja, maar niet tegen jou. Weet je wie het ook zei vannacht, Bert? Jonge Karin. Wat bedoel jij met jonge Karin? Wat bedoel jij met jonge Karin? Of het normaal, man. Wat bedoel jij met jonge Karin? Ik bedoel dat jonge Karin een heerlijk meisje is, Bert. Jij bedoelt zo'n lol die je doet met een meisje van 16? Ze is bijna 17, man. In de bloei van haar leven. Lenig, lustig en lief. De 3 L'en. Ga maar even je bek, man. Ze mocht nog bij me blijven slapen. Wie heeft het dan gevraagd? Jij? Ja. Een hele week. Ja, oh. Ja. Ja. Bert, maar dit soort dingen, dan moet je altijd even gescheiden houden. Dat weet ik ook wel. Maar ik dacht eventjes, nou, daar zou oude Karin niet blij mee zijn. Nou, dat valt best wel mee. Hoezo, dat valt wel mee? Nou, oude Karin vindt het best wel spannend. En ik ook, zo'n bed vol Karin. Soms gaat hij hierin en soms gaat hij daarin.
Maar soms gaat hij de kier in en soms gaat hij de kaar. Wat kom jij naar de zijkermond? Jij hebt Maya toch? Ja, ik heb geile Maya nog. Nou, dat was ouderwets lachen. Goed, mannen. Stand erover. Wat er ook gebeurt. Wij blijven natuurlijk altijd... Collega's. Collega's. En bedenk, dat is in het leven het hoogst haalbare. Goed, we gaan de wijk in, we gaan naar buiten. Tweede ronde. Wij gaan de mensen weer het goede voorbeeld geven. Ik zou zeggen, één voor allen. Ieder voor zich. Tijd lang niets gezien. Niets van je gehoord. Je hebt mezelf niet eens gemist misschien. Het is goed zo. Tijd lang niet gesproken. Geen brief, geen taal, geen teken. Ergens anders in gedoken. Het is goed zo. Denk niet aan vroeger. Aan wat er is of wat er komt. Daarmee zijn we nu wel klaar. Denk niet aan vroeger. En de Stones zijn toch ook nog bij elkaar. De Stones zijn toch ook nog bij elkaar. En de Stones zijn toch ook nog bij elkaar. Soms niet begrepen, één oog misschien wel twee. Voor ambities neergeknepen, het is goed zo. Elkaar is terug gegeven, vergroet en zelfs gehaat. Maar de vriendschap is gebleven, het is goed zo. Denk niet aan vroeger, aan wat er is of wat er komt. Daarmee zijn we nu wel klaar. Denk niet aan vroeger, aan wat er is of wat er komt. En de Stones zijn toch ook nog bij elkaar. De Stones zijn toch ook nog bij elkaar. Toch ook nog bij.